zakken. In zijn schoenen zitten torpedo's, die schiet hij op mijn schenen. Telkens als hij denkt dat er contracten zijn verdwenen. Uit zijn neus gaat er komt lachgas en terwijl ik haast versmacht, heeft hij onder tafel mijn spaarvarken verkracht. Ja, hij is een grote Vlaming, een verhelderende geest. De coiffeur van Fabiola is zelfs al bij hem geweest. Ik zeg, pas op van dat zout water, gaat uw parket moeten vernissen. Maar hij lacht me vierkant uit, want hij heeft een lange arm. Maar ik gaf hem daar een oorveeg met mijn endeldarm. Ach, was het maar politieman, ik zou hem wel doen stoppen. Want dan had ik een matrak om zijn tenen plat te kloppen. Een brave mens als ik wordt hier zomaar leeggezogen. Mijn zwart geld is weggevlogen en al wit is uit mijn ogen. Ik heb het plaatje van de Brabantson op de pick-up gezet en de wereldbol van België van colère opgefret. Ik heb al mijn decoraties